Hallo, we gaan vandaag hoekopdracht 3 tekenen. We moeten een hoek tekenen zodat hoek E 73 graden meet. We kiezen voor knop 8 en kiezen hoek met gegeven grootte. We zetten een punt in het vlak, dat is het punt van het ene been. Het tweede punt is het hoekpunt en daarna moeten we ingeven 73 graden. We kiezen tegenwijzers in. Klik op OK. Je ziet dat er hier nu een hoek staat van 73 graden. We gaan nu de halfrechten tekenen. Kiezen daarvoor, we klikken op het hoekpunt en daarna op het ene punt van het ene been. Daarna klikken we nog eens op het hoekpunt en nu klikken we op het punt van het andere been. We gaan nu die maatgetal een beetje verplaatsen. Je ziet natuurlijk dat het hoekpunt B noemt en geen E. We gaan dat dus veranderen. Je kunt dat hier in het vlak doen, maar je kunt dat hier ook in het algebravenster doen. Je gaat op hoek E B staan, klikt rechts en je gaat naam wijzigen. Je kiest hoofdletter E. Klikt op OK. Nu gaan we dat eens proberen te verplaatsen, zodat deze hoek verandert. Als je op A accent duwt, je ziet dat het punt beweegt niet. A, dat het beweegt wel, maar je ziet die hoek meet nog altijd 73 graden. Ook bij hoekpunt E. Klaar.